De vierde Suriname Energie, Olie en Gasbijeenkomst is vandaag geopend met een dialoog. In de komende dagen zijn de gelijkgestemden met elkaar in gesprek over met name de toekomst van deze industrie voor ons land. Collega Sifra Goudland maakte voor u het volgend verslag. Voor de officiële opening van deze vierde editie van de Suriname Energie, Oil en Gas Summit was er eerst een openingsdialoog. En die is gedaan door de directeur van Staatsolie, de heer Anne Jackisser. Hij stond erbij stil dat de organisatie opstaat om samen te werken met nieuwe spelers. We are planning in the coming 2 years a lot of exploration wells. Which is exciting because it gives a possibility to find oil again. But maybe more important, it gives the opportunity to open new place because some of these exploration wells will be in new play areas. So very exciting times for the coming 2 years. And then we have the success in Block 52. You've heard about the Roystonia well, you've heard about the Swissea well, and previously we had drilled the Slonea well, which is currently being appraised. Jegeser geeft verder aan dat met de ontwikkelingen in blok 58 het niet altijd soepel is verlopen als het gaat om het binnenhalen van investeringen. De staatsolietopman herhaalde nogmaals dat er eind dit jaar goed nieuws te verwachten is vanuit blok 58. According to plan, then at the end of this year, at the latest, we'll have our first final investment decision in Block 58. And that means that we'll have the first production, if everything goes well, thereafter in 2028. Okay, we're done. I mean, we have done our job. The mission is accomplished. Now the policy makers, I'm glad they're not here, so then it's a little bit less dangerous to hold this speech. They need to, you know, diligently step up and make efforts to manage the upcoming large financial streams in such a way that we create a dignified existence for every Surinamese person. Now the opening is dialogue, part of the air. Een panel discussie waarbij de verschillende experts van vandaag de professoren hoe deze sector verder kan worden gebracht door niet alleen in Suriname, maar ook in de rest van de regio. Voor de rest van de hele week kunt u nog meer reportages krijgen vanuit ATV. Ik ben Sifra Goudland, samen met mijn collega Michelle Magna achter de camera voor ATV. Zien we u morgen terug.